Hey allemaal, welkom bij dag 3 van de Wat maakt jou rijk challenge. En gisteren zijn we aan de slag geweest met de OOO-lijst, oftewel het latverhogersmodel. En de bedoeling is natuurlijk dat je daarmee je lat gaat verhogen en dat je dus meer focus gaat krijgen op de dingen waar je meer van wil. De opschaal. Lijst is dan ook het allerbelangrijkste. En natuurlijk moet je daarvoor eerst lekker een beetje opruimen. En dat opruimen, ik heb hele interessante lijsten langs zien komen. Best wel heavy dingen erop. Dus ik wil ook even bijzeggen van, give yourself a break. Begin niet aan het grootste project van je leven. En verwacht dan dat het morgen af is. Als je je huis bijvoorbeeld wil gaan opruimen, start dan met één laadje. Als je je relatie wil verbeteren met mensen in je omgeving, start dan met kleine dingetjes. Ga bijvoorbeeld iets leuks samen doen, zodat het energielevel al hoog is op het moment dat je iets gaat doen. Ga iets leuks en spannends doen, wat je allemaal een beetje exciting vindt. Dan wordt er een bepaald soort hormoon aangemaakt, waardoor je ook anders in de situatie komt. Bijvoorbeeld, als je tegenover elkaar gaat zitten, dan voelt het meteen al een soort van als een soort van zwaar iets. Als je samen gaat wandelen en onderwijl gaat praten, dan gaat het veel meer stromen en dan voelt het veel prettiger. En dan zit je ook niet de hele tijd elkaar aan te kijken. Zomaar een idee. Doe het zoals jij het wil, hè, want dat is ook heel belangrijk. Maar wat voor mij de boodschap is van de hele Wat maakt jou rijk challenge, is eigenlijk dat je vooral gaat bewust worden van, hey, hoe werkt het voor mij? Wat vind ik belangrijk? Hoe wil ik het? En dat je dat meer gaat leven. Want dan kom je in energie. Dan hoef je niet na te denken over hoe, waar krijg ik energie van? Dan gaat het vanzelf. En dat gun ik je. En dat geldt dus ook voor wat je wil geven aan de wereld. Het gaat ook over je goud. Hoe bewuster je ervan bent, hoe makkelijker het is om het uit te delen. En vandaag wil ik het met je hebben over iets wat ook super belangrijk is en wat heel erg hoort bij je. Het opschaalverhaal. Namelijk, waar ben je dankbaar voor? Wat lukt er allemaal wel lekker? En wat geeft je gewoon een fijn gevoel? En we kunnen enorm bezig zijn met kijken naar wat er allemaal niet is. Wat we niet hebben, wat we allemaal zouden willen. Ik geloof heel erg in dromen. En ik geloof ook heel erg dat je alles wat je wil, alles wat je verlangt, dat dat ook kan gebeuren. Maar het begint met dankbaarheid met wat er al is. En er is heel, heel, heel erg veel. Zelfs als je het gevoel hebt dat er niks is, dan nog is er heel veel. En daarbij stil te staan, dat echt goed te voelen, dat is ook een ding wat je heel veel rijkdom gaat geven en heel veel energie gaat geven. Het rijkdomsgevoel wordt automatisch verhoogd op het moment dat jij af en toe even terugkijkt en denkt: wow, waar kom ik vandaan en waar ben ik al? En het voelt soms wel eens als dat je nog een hele Kilimanjaro te beklimmen hebt. Maar als je dan terugkijkt, denk je: nou, ik ben toch al voorbij Basecamp gekomen. En dan kan je jezelf ook weer eventjes een schouderklopje geven en denken: oké, ik ben vandaar of al helemaal hier geraakt. Nou, dan zal het volgende stuk ook wel lukken. En dat geeft vertrouwen, maar het geeft ook gewoon een gevoel van blijheid dat je merkt van: oh, eigenlijk gaat het helemaal niet zo slecht en eigenlijk heb ik best wel veel en eigenlijk is het natuurlijk heel tof. Ik geloof in ambities, hè, maar is het heel tof om allerlei dingen na te streven. Maar het is ook goed om je te realiseren dat wat je nu allemaal hebt, dat heb je ook allemaal al gemanifesteerd. En het feit dat je dat hebt gedaan, betekent dat je de nieuwe dingen ook kan manifesteren. Dus en manifesteren, dat is dus een soort van oh, de wet van aantrekkingskracht, oh, groot, groot, groot ding. Maar we manifesteren de hele dag, we doen niks anders. Het is net als de wet van de zwaartekracht. We gaan ook niet de hele dag nadenken: hoe kan het nou dat we rechtop blijven lopen? Hoe kan het nou dat we niet van de aardbol afvallen? Zo is het met manifesteren ook. We manifesteren de hele dag, we manifesteren ook dingen die we niet willen. En we manifesteren ook gedoe.
En daarmee wil ik niet zeggen dat alles jouw schuld is. Maar ja, het is wel zo dat als je voelt van hé, nou, het stroomt niet helemaal lekker, dan ga ik je deze dagen de tools aanreiken om te zorgen dat het weer wel lekker stroomt. En door je te focussen op wat er wel werkt, de plant water te geven die je ook daadwerkelijk wil laten groeien. Where focus goes, energy flows. Dat meer te gaan doen, manifesteer je ook die energie. En dan wordt het veel makkelijker om een Kilimanjaro te beklimmen natuurlijk. Hè? Met lood in de schoenen is dat best wel een dingetje. Maar vanuit een gevoel van, hey, dit lukt er allemaal al en dit heb ik allemaal en deze mensen heb ik om me heen waar ik super blij mee ben. En ja, nee, ik heb gedoe met die en die. Maar weet je, dat kan je of fixen of loslaten. En dan kan je weer verder. Laat het niet als een soort van rugzak met super zware stenen op je hangen. Het is jouw leven. Het is nu. En ja, ga het leven op een manier die jij wil. En ja, mijn eerste opdracht vandaag is dan ook, nou ja, best wel obvious. Namelijk, je mag weer een lijst maken. Namelijk een lijst met. Even mijn sheets aanzetten. Een lijst met dingen waar je dankbaar voor bent. Pak een vel papier en ga het voelen van hey, die heb ik allemaal om me heen waar ik gewoon heel blij van word. Het kan iets heel simpels zijn. Ik heb een fantastisch bed. Nou, ik ben helemaal gelukkig met het feit dat ik daar gewoon elke nacht heerlijk in slaap. En dat is ook nog een dingetje waar ik naar aanleiding van de OOO-lijst even over wil hebben, is namelijk dat je kan soms dingen opschrijven en dan lijkt het allemaal heel, nou ja, best wel een pittige klus. En mijn tip was ook van doe elke maand een paar dingetjes kiezen en ga niet alles in één keer doen, want dat voelt dan weer juist alsof het juist energie kost. Maar zo zijn er soms kleine dingen die je kunt veranderen, waardoor andere dingen gaan shiften. Een domino-effect kunnen hebben. Bijvoorbeeld als je best wel last hebt van energiedips gedurende je dag. Dan kan dat zijn omdat je stress hebt, of omdat je te veel hooi op je vork hebt, of dat je te veel gedoe om je heen hebt. Maar het kan ook zijn dat je nachtrust niet goed genoeg is. En op het moment dat je zorgt dat dat verbetert, kan het zijn bijvoorbeeld dat je gedurende de dag veel meer energie hebt. Ik heb bijvoorbeeld heel lang gedoe gehad met dat ik de hele tijd om 4 uur gewoon geen energie meer had. En dat ik dan geneigd was om iets zoets te gaan eten. Omdat ik dacht, ja, maar ja, ik ben moe. En toen ging ik eens kijken naar hoeveel uur slaap ik eigenlijk per nacht. En wat is eigenlijk de kwaliteit van mijn slaap. En toen kwam ik erachter, oh, nou, dat is helemaal niet zo best. Dat kan wel beter. En toen ben ik een avondritueel gaan instellen. Waardoor ik op een andere manier ga slapen. En ik heb ook een ochtendritueel, dat heb ik al jaren. Maar dat ben ik ja, gaan verbeteren. Waardoor ik ook 's ochtends veel, veel relaxter wakker word. Ik doe eerst mijn meditaties. Dus ik sta eerder op, veel eerder. Maar daardoor sta ik heel anders in die dag. En wat ik dus doe is mijn bed opmaken als ik 's ochtends uit mijn bed stap. Waardoor ik 's avonds ook in een gespreid bedje kom. Zulke kleine dingetjes kunnen een heel groot effect hebben op de rest van je dag. En ook op wat er verder allemaal kan. Want op het moment dat je goed geslapen hebt, nou, dan krijg je waarschijnlijk minder energiedips. Dan kan je dus meer werk aan. Dan kan je beter nadenken. Dus je krijgt veel meer gedaan in een kortere tijd. Je bent misschien ook wel wat beter te hebben voor je omgeving. Waardoor relaties misschien zelfs wel kunnen verbeteren. Dus ja, weet je, zo'n één dingetje kan dus een rimpeleffect veroorzaken. Als jij lekker in je vel zit en je lekker focust op waar je energie van krijgt, dan heeft dat ook een effect op jouw omgeving. Want ja, mensen gaan dat merken aan je van hey, oh, zit je lekker in je vel? Oh, ben je leuk bezig? En
Ja, dat is natuurlijk wat je wil. En voor de dankbaarheidslijst heb ik nog een leuke tip. Je kan het heel visueel maken en dat geeft ook nog weer een extra rijkdomsgevoel. Ik heb zelf een dankbaarheidspot. Ik heb hem nu eventjes niet bij de hand, maar het is gewoon een glazen pot. En daar doe ik gekleurde briefjes in. Vierkante briefjes en dan schrijf ik op elk briefje schrijf ik een ding waar ik dankbaar voor ben. Nou, doe ik, het idee is dat ik dat elke dag doe. Ik doe het niet elke dag, maar soms doe ik het gewoon in mijn hoofd en schrijf ik het niet op een papiertje. Maar wat die dankbaarheidspot doet, is dat hij heel erg zichtbaar maakt dat je heel veel hebt om dankbaar voor te zijn. En op het moment dat je dan even zo'n dip hebt of denkt, nou, daar lukt helemaal niks, dan kijk je naar die dankbaarheidspot, dan zie je daar zo'n hele stapel gekleurde briefjes in zitten. En dan weet je weer, oh, ik ben best wel lekker bezig. Ja, dat kan een heel goed effect op je hebben. Je kan het ook in een journal doen, maar dan zie je het niet, dan is het niet zo zichtbaar. Zo'n dankbaarheidspot, dat is wat dat betreft echt een, ja, best wel een heel leuk idee. Dat is niet mijn idee hoor. Ik weet niet van wie ik het heb. Maar in ieder geval, ik vind het wel een heel waardevol iets. Ja, misschien kan je er iets mee. Sowieso, alles wat ik aanreik in deze dagen is natuurlijk, hè, weet je, ja, doe waar je zin in hebt. Het is de schaal met tapas. Ik reik het uit. Ja, wat bij jou resoneert, daar doe je iets mee. En doe het ook vooral alsjeblieft op je eigen manier. Want dat is ook erg belangrijk. Het zijn maar ideetjes. Wie weet, maak jij er nog wel iets veel toffers van. Dat vind ik alleen maar leuk. Ja, we hebben het vandaag over wat vind je nou belangrijk? Hè? Nou, daar hebben we het niet alleen vandaag over, maar. Want als het gaat over de happy list, dan is het natuurlijk ook wat vind je belangrijk. Je kernwaarden. Waar sta je voor? Wat is nou eigenlijk iets wat vanuit jouw kern, zeg maar, bij jou hoort? Ja, waarom is het nodig om je kernwaarden te weten? Ook dat maakt dat je weer steviger staat en dat je ook stevigere keuzes maakt. Wat werkt wel voor mij, wat werkt niet? Eigenlijk hoef je je alleen maar af te vragen, matcht het mijn kernwaarden? Als het je kernwaarden niet matcht, dan hoef je er niet mee bezig te zijn. Of in ieder geval niet te lang. En de kernwaardeoefening, als je een business hebt, dan heb je hem waarschijnlijk al eens een keer gedaan. Als je ooit coaching hebt gehad, heb je hem misschien ook al eens een keer gedaan. Maar zoals wij transformeren, zo transformeren je kernwaarden soms ook. Soms eigenlijk altijd groeien. Groeien de kernwaarden, veranderen ze, kunnen ze nog wat meer helderder worden? Heb je eerst bijvoorbeeld als kernwaarde loyaliteit? Ja, misschien heb je wel nog een specifieker woord wat nog beter bij je past. Het is in ieder geval, zoals Tim Bronson zegt, het is heel erg leuk dat je de values weet, de kernwaarden, maar als je ze niet leeft, dan heeft het eigenlijk geen zin. En dat zie ik bij veel mensen gebeuren. En ook, ja, weet je, hoe ga je het uitdragen? Als het gaat om het delen van je goud en het delen van je rijkdom met anderen, dan is het heel fijn om die kernwaarden ook als leidraad te houden, omdat het veel makkelijker wordt voor anderen om dan jou daarop te herkennen. Dus waar wil je bekend om staan? Wat betekent die kernwaarde voor jou? En hoe laat je die terugkomen in je leven en in je werk? Dus wat zijn voorbeelden van die kernwaarde? Bijvoorbeeld als jouw kernwaarde rechtvaardigheidsgevoel is. Hoe uitziet dat? Sta je voor iedereen op de bres? Of heb je een specifieke beroep gekozen waar dat uit blijkt? Of gebeurt het, ben je bijvoorbeeld heel, heb je een heel groot rechtvaardigheidsgevoel als het gaat om je gezin? Ja. Geef me een voorbeeld van hoe dat voor jou werkt. Ja, maak daar een verhaal omheen. Of vertel het in een verhaal, zodat het ook voor anderen helder is van hey, dat woord betekent dat voor jou. Want bijvoorbeeld het woord vrijheid, dat is eigenlijk best wel, bijna alle ondernemers hebben dat als kernwaarde. Het is best wel een breed woord.
Ja, het kan alles betekenen. Je kan, het kan gaan over, ik vind vrijheid super belangrijk, want dan doe ik wat ik wil, met wie ik wil, waar ik wil, wanneer ik het wil. Dat is voor mij vrijheid. Vrijheid kan ook betekenen dat je niet gevangen bent. Het ligt er maar net aan in welk land je woont, wat je meegemaakt hebt. Vrijheid kan ook betekenen vrijheid van meningsuiting. Dus dat je het heel belangrijk vindt om in je communicatie vrijheid te voelen. Dat je mag zeggen wat je op je hart hebt. Dat is een heel ander soort vrijheid als de vrijheid om de hele dag op een terrasje te zitten. En je leven te leven volgens jouw regels. Dus dat is best wel interessant om eens te kijken van nou, dat woord dekt dat wel de lading voor mij. En ik heb dus ook een tijdje vrijheid als kernwaarde gehad. Maar voor mij is het eigenlijk veel meer autonomiteit. Omdat autonomiteit is voor mij een soort next level vrijheid. Want dat is ook nog dat je echt helemaal zelf bepaalt hoe je doet. En op welke manier je doet. En dat je het ook doet vanuit je eigen visie. Maar autonomiteit kan ook te maken hebben met dat je heel goed op jezelf kan staan. Dat je heel goed je eigen ding wil doen. Nou, bij mij uitzicht dat bijvoorbeeld in reizen. Als ik reis, dan wil ik heel graag in mijn eentje reizen. En waarom wil ik dat? Omdat als ik met iemand anders reis, dan moet ik diegene zijn pad ook volgen. Diegene haar pad. En dan loop ik niet mijn pad. En dat kan je heel letterlijk nemen. Want ik heb dus. Ik ben zo eigenwijs. Dat is ook een hele mooie kernwaarde trouwens. Die heeft daar wel mee te maken. Voor mij zit dat ook in autonomiteit. Ik wil op mijn pad. Ik doe dat heel intuïtief. Ik vind het leuk om door stadjes te struinen. En dan neem ik een afslag op gevoel. En dan kom ik bij het leukste koffietentje uit. Of dan kom ik bij dat winkeltje wat ik niet had willen missen. En dat kan ik alleen maar doen als ik het op mijn manier doe. En als ik het met iemand anders doe, dan is het ook leuk. Maar dan gebeurt er iets anders. Dus ja, dat is dan zo'n dingetje waarvan ik dus dan zoiets heb van ja, nou dat is nou een typisch voorbeeld van hoe ik autonomiteit zie. En dat je dus ook heel goed met jezelf door een deur kan. Dat je heel goed in je eentje ook die belevenissen kan hebben. En dat je dat helemaal niet spannend vindt of moeilijk. Of dat je je eenzaam voelt of dat soort dingen. Dat heb ik allemaal niet. Dus voor mij is dat een heel mooi woord. Wat voor mij heel goed in de lading dekt. Maar ik moet het wel uitleggen. Want anders denk jij misschien iets heel anders. Want jij hebt misschien een hele andere associatie met autonomiteit. En zo geldt dat voor elk woord eigenlijk. En ik heb een aantal woorden voor je uitgezocht. En deze lijst is zeker niet volledig. Dus ga ook vooral kijken of je woord erop staat. Maar als het niet zo is, Google, kijk in het synoniemenwoordenboek. Ga af op plaatjes en kijk dan wat representeert dit voor mij en hoe past dat bij mij. Kijk naar de belangrijke belevenissen die je in je leven hebt gehad, die voor jou een pivotal moment zijn, een omkeerpunt, een ding waarvan jij nu achteraf zegt van wow, ja, dat heeft alles voor mij bepaald. Vaak kun je daar ook kernwaarden in terugvinden. En je kunt deze oefening al 1000 keer gedaan hebben, maar je verandert zelf, je groeit. En dus veranderen ook je kernwaarden soms mee. En het idee is dat je in eerste instantie uit deze lijst of uit je eigen inspiratie 10 woorden kiest. En er moeten woorden zijn die echt bij jou resoneren. En vervolgens ga je nog even weer een selectie maken. Want het is het idee dat je uiteindelijk 4 kernwaarden overhoudt. Want als je 20 kernwaarden hebt, dan weten mensen nog niet wat ze aan je hebben. Dus kies de 4 beste uit. Nou, hoe doe je dat? Stel je voor dat je vrijheid en autonomiteit als kernwaarde hebt gekozen. Welke van de 2 dekt dan het beste lading? Welke van de 2 resoneert het hardst bij jou? Welke van de 2
Heeft je voorkeur. Nou, en dat ga je met al die woorden doen. Dus op het moment dat je dan loyaliteit tegenover vrijheid, je kiest vrijheid boven autonomiteit. Nou, dan leg je vrijheid bijvoorbeeld tegenover loyaliteit. Welke van de twee vind ik dan het belangrijkste? Oh, loyaliteit, oké. Nou, loyaliteit leg je tegenover respect hebben voor elkaar. Welke weegt dan het zwaarst? Nou, en zo ga je die hele lijst af, zodat je er uiteindelijk vier overhoudt. En bedenk daar dan ook meteen bij, wat is het verhaal wat hierbij hoort? Waarom is dit zo belangrijk voor mij? En hoe breng ik het nu tot uiting en hoe kan ik het nog meer tot uiting brengen? Waarom is dit nuttig? Nou, sowieso voordat mensen weten wat ze aan jou hebben en dat je zelf weet wat je aan jezelf hebt. Maar ook voor je communicatie, voor je social media. Als je met je goud de boer op gaat, dan is het natuurlijk ook heel handig om stories te delen die gaan over wie jij bent. Zodat ook de mensen die aangaan op jouw verhalen en die misschien dezelfde kernwaarden hebben als jij, of die in ieder geval aangesproken worden door jouw kernwaarden, ook naar jou toe komen vanzelf. Dat is natuurlijk uiteindelijk wat je wil. En ja, die opdracht. Dat is misschien niet iets wat je in een dag doet. Dat moet misschien eventjes een beetje marineren, zoals ik dat altijd noem. Wat ook leuk is daarbij is om, als je bijvoorbeeld een visuele denker bent, is het om het met plaatjes te doen. Dus dat je een soort van vision board-achtig iets maakt. Met plaatjes knippen. Of gewoon op Pinterest. Plaatjes die je super erg aanspreken en dan bij jezelf nagaat van, hey, waarom spreekt mij dit niet zo aan en waarom representeert dit mijn kernwaarden? Zo kan je die combinatie van plaatjes en verhalen gaan gebruiken om jezelf meer te gaan laten zien. En ja, eigenlijk dus ook je eigen ik wat meer te gaan laten zien. En wat gebeurt er dan? Nou, dan gaan mensen jou zien zoals jij wil dat ze je zien. En ja, ik heb daar nog een opdracht bij. Een extra opdracht, de SMS-opdracht of de WhatsApp-opdracht of de Telegram-opdracht, wat jij wil. Stuur een berichtje aan je man, vrouw, partner, beste vriend, vriendin, klant, familielid, buurman, buurvrouw, iemand wiens mening jij belangrijk vindt. En zet in dat berichtje de volgende tekst. Ik zit op dit moment in een workshop en ik moet een snelle oefening doen. Wil je me helpen deze vraag te beantwoorden? Voor welk advies zou je naar mij toe komen? Wat zijn drie dingen waar ik volgens jou goed in ben? Dankjewel voor je snelle antwoorden. Waarom ik dit zo doe, is dat ik zeg van je zit op dit moment in een workshop, is omdat ik heel graag wil dat degene die het sms'je krijgt niet te hard over nadenkt. Dat die eigenlijk de drie dingen die het eerst in hem of haar opkomen noemt. Zodat je ook echte, ware dingen terugkrijgt. En waarom is dit belangrijk? Nou, dit gaat jou een beeld geven van hoe andere mensen jou zien. Wat andere mensen vinden dat jouw goud is. Ja, en dan is het natuurlijk heel interessant om te kijken van, hey, matcht dat eigenlijk wel? Komen mensen voor dingen bij mij waar ik eigenlijk helemaal niet wil dat ze voor bij mij komen? Hoe kan ik dat? Hoe kan ik dat shiften? Hoe kan ik zorgen dat anders wordt? Nou, dat kan onder andere door je kernwaarden helder te communiceren. Dat kan onder andere door veel meer met de opschaallijst bezig te zijn en met de dingen die je graag naar je toe wilt trekken. Dat kan onder andere door meer dingen van je happy list te gaan doen. Want dat straal je allemaal uit en dat gaan de anderen dan ook zeker herkennen. En uiteraard is deze opdracht heel leuk als je hem aan verschillende soorten mensen stuurt die jou op een verschillende manier kennen. En dan is het natuurlijk heel interessant om te zien, wat krijg je dan terug? Ben ik heel anders binnen mijn gezin dan met klanten? En ja, waar zitten die verschillen? Want uiteindelijk wil ik er eigenlijk ook naartoe dat je een zo. Hoe zou ik dat nou zeggen? Zo echt mogelijk bent. Dus dat je eigenlijk dat je naar je klanten toe en naar je, ja, naar je de mensen met wie je echt graag omgaat, op eenzelfde manier naar buiten treedt. En dat kan niet in alle beroepen, dat snap ik ook wel. Maar ja, dat maakt natuurlijk dat jouw
uitstraling veel makkelijker is. Als je een rol moet spelen hier en je moet daar iets heel anders zijn, ja, dat voelt toch altijd een beetje als een spagaat. En ja, ik gun je dat dat gewoon allemaal hetzelfde voelt. En dat je allemaal blij maakt en je een rijk gevoel geeft. En uiteraard zijn we niet één persoon, maar die verschillende dimensies van wie wij zijn, dat die in ieder geval heel goed tot hun recht komen. En dat je niet een toneelstukje moet gaan lopen doen ergens. Want dat kost heel veel energie. Dus ja, met deze opdracht wil ik je de dag insturen. Ik ben super dankbaar dat jullie met deze cursus meedoen en met deze challenge meedoen. En dat jullie hopelijk geïnspireerd zijn. En ja, morgen is de laatste dag van de challenge. Dan gaan we het hebben over je goud. En ja, ik hoop dat je erbij bent. En anders kan je zeker altijd in de replay kijken. Je bent van harte welkom. Als je vragen hebt, stuur me een berichtje via kat@katkono.com. En ja, heel veel succes en plezier vandaag. En tot morgen. Ciao!